We gaan kijken naar de derde aflevering van de serie Wakko en Wokko, met als titel Een droom achterna. Zie je daar die kleine stip? Kijk, het is een ruimteschip. Dat is vast wat ik je zeg, naar de aarde onderweg. Lichten flitsen uit en aan, het zal zo wel landen gaan. Ben benieuwd of wij misschien ruimte wezens zullen zien. Gedroomd? Wel? Ja, van allemaal vreemde huizen die over elkaar heen rolden. Of die konden springen. Zo, springende huizen, zei je? En daar overheen rollende huizen? Hoe zagen die er wel uit? Zo vreemd. Sommige net vierkant op een stam. Zo schuin vierkant, weet je wel, met de punt naar beneden. En dan op een stam. Net bomen van steen, maar het waren huizen. Dat kan toch niet, hè? Dat kan toch alleen maar in dromen, hè? Kijk eens door het raam. Wakko! Ja? Wakko, de huizen, ze staan er! Wist ik wel. Ja, maar hoe? Omdat we hier gisteren zijn geland, subbert, maar toen sliep je al bijna. Ja, maar... Ja? Ja, maar die andere huizen dan, die moeten dan toch openstaan? Die huppelende huizen en die onderste bovenboot. Nou, huppelende huizen bestaan niet. En onderste bovenboten ook niet. Dat zullen we wel gedroomd hebben. Doe de deur eens open, ik wil eruit. Kun je iets beter beschrijven wat je ziet? Iets beter beschrijven? Ja, gewoon vertellen hoe ze eruit zien. Nee.
Dat zijn ze. Wacht, ik kom binnen. Ik wil die andere huizen ook zien. Wat is er met jou aan de hand? Ik wil die andere huizen ook zien. Nu meteen. Welke andere huizen precies? Vertel ik straks wel. Vlieg nou. Jawel. Zo goed? Ja, ja. Kijk toch eens hoe mooi allemaal. Die huisjes, zomaar tegen de dijk gebouwd. Prachtig. En daar, de boot. De onderste bovenboot. Maar dan gewoon. Wakko, er overal doorheen kijken. Ik wil zien hoe het daar binnen uitziet. Oh, kijk eens, de stuurhut. En de kamer. De slaapkamer. En de keuken. Leuk hè, Bakko? Ja hoor, heel interessant. Wat een leuke dag. Nou verder, vlieg maar wat. Bestaan er ook woonwagens? Ja hoor, die bestaan. Ik zie er één, met een huisje voorop. Rijdt die hard? Nogal, maar we kunnen hem wel inhalen. Niet nodig. Waarom niet? Omdat jouw zogenaamde woonwagen hier geparkeerd staat. Ik ga dalen. Zo, je kunt erin. Erin? Ja. Deur uit, auto in. Is het een huis? Ja, een heel klein huis. Zie je een bed? Ja, achter de stoelen. Zie je een tafel? Nee. Een keuken? Nee. Een zolder? Nee, ook niet. Dan is het geen huis. Jammer. Vind je het vervelend? Wel een beetje. Kom, we vliegen verder. Ik denk dat ik een verrassing voor je heb. Een verrassing? Wat dan? Wacht maar af en niet naar buiten kijken. Niet naar buiten kijken. Dat deed ik niet.
Ja, nu. Kijk maar. Mijn heupelhuizen. Maar ze staan wel vast. Kom je weer terug? Nu al? Nu al? We zijn een hele dag onderweg. Kom nu maar. Morgen is er weer een dag, oké? Oké, ik kom. En vond je het een leuke dag? Een hele leuke dag. Jammer dat die afgelopen is. Ja. Nou. Hou je vast, daar gaan we. Welke huizen vond jij het leukst? De vierkant of de ronde? De ronde. Leek op thuis, hè? Ze leken meer op enorme paddenstoelen. En ze waren nog hard ook. Om 2:30 gaan we kijken naar de serie Japan. En tot die tijd nog heel even de groep Obliek.